Hoe heb je je voorbereid op vanavond? Heel mijn kast overhoop gehaald. En hoe denk je dat je gaat reageren als je wint? Ja, echt gillen hoor. Waarvoor ben je genomineerd? Knapste knappert. Ja, wat een compliment. Ja. Vandaag nog mijn outfit geshopt. Vooral mijn schoenen ben ik heel trots op. Even 1 seconde aandacht. Ben je een beetje zenuwachtig? Of heb je het onder controle? Nee, ik heb het best onder controle. Hoe groot schat jij je kansen? Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen wel gewoon evenveel kans heeft. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op Tienet TV. In deze video ga ik jullie meenemen bij de Tina Awards. En we staan nu te wachten bij de roze loper. En we gaan gewoon wachten tot alle sterren en finalisten en alles en iedereen voorbij komt. En dan ga ik even peilen of de finalisten er wel een beetje klaar voor zijn. Dus, doe alvast een duimpje omhoog en nou ja, kom maar door met die finalisten. Ja. Hoe heb jij je voorbereid? Heb je een beetje geslapen vannacht? Nou, toevallig sliep ik vannacht met mijn familie op Duinrail, waar eigenlijk het Tina Festival zou zijn. Oh, nee. Dus ik ben met 2 vrienden in de tent, dus ik heb niet heel veel geslapen. Maar wel vandaag nog mijn outfit geshopt. Vooral mijn schoenen ben ik heel trots op. Even 1 seconde aandacht. Ja, dankjewel. Ja, nee, maar ik heb me fantastisch voorbereid. Heb jij een geluksdingetje, een ritueeltje, een kettingje, iets? De gelukslama. En dat is? Ja, we zullen hem gewoon de gelukslama noemen. Ik vind het de gelukslama. Hoe voel je? Hoe sta je erom? Ik ben heel zenuwachtig. Ik gok dat Esmee gaat winnen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hoe heb je je voorbereid op vanavond? Heel mijn kast overhoop gehaald. Foto's sturen naar vrienden. Kan dit? Is dit over de top? Uiteindelijk, dit ding ligt denk ik echt al 5 jaar in mijn kast. En elke keer als ik dan niet weet wat ik aan moet, trek ik deze tevoorschijn. Nou kijk, zie je. Oké, we doen deze weer. Komt die toch weer van pas? En hoe denk je dat je gaat reageren als je wint? Ik denk dat ik even een besefmomentje nodig heb. En dan een soort error van wat moet ik nu doen, waar moet ik heen? En dan gaan rennen. We gaan het zien. Waarvoor ben je genomineerd? Ik ben genomineerd voor hipste modemeisje. En volgens mij voor grootste talent. Oeh, en welke van die 2 zou je liever willen winnen? Allebei. Maar het maakt me echt niet uit. Weet je wel? Ook al win ik niks, ik ben gewoon blij om hier te zijn. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja. Ja? Ja, oprecht. Ik ben echt zenuwachtig. Gewoon omdat ik hoop gewoon een keertje een Tina Award te winnen. Ik heb het nooit gewonnen. Dus ik hoop dat het dit jaar lukt. En heb je iets van een geluksritueeltje, een geluksarmbandje, iets? Ik heb mijn beste vrienden hier. Dus ah, dat is fijn. Ja, die steunen mij. En hoe denk je dat je gaat reageren als je wint? Gillen. Gillen, ja, echt gillen hoor. En gewoon fans bedanken. En, ja. Vind je dit een beetje spannend? Ik vind het nog niet spannend, maar dadelijk als alles echt gaat beginnen en iedereen staat daar klaar, dan komen de zenuwen denk ik vanzelf wel. Ja. En toen je vanochtend opstond, wat voelde je? Wat ging er door je lichaam heen? Nou ja, ik besefte eigenlijk niet echt dat dit zou gaan gebeuren allemaal. Ook toen ik hier in de auto naartoe zat. Ja, het besef is me eigenlijk pas binnengedrongen toen ik hier iedereen zie staan. En alles mooi opgemaakt. En eigenlijk, ik moet het nog allemaal een beetje beseffen. En hoe groot schat jij nou je kans in? Nou, ik vind het heel erg lastig, want ik heb hem al 2 keer gewonnen. Dus ik vraag me af of mensen nu iemand anders een kans gunnen, wat ik hoop. Maar ik zou het natuurlijk ook heel erg leuk vinden als ik hem nog een keer win. Ben je een beetje zenuwachtig? Of heb je het onder controle? Nee, ik heb het best onder controle. Ik ben natuurlijk wel benieuwd, maar ik zou eigenlijk iedereen leuk vinden als het wint. En ik heb er eigenlijk heel veel zin in. En hoe groot schat jij je kansen? Ik zou het niet weten. Er zijn natuurlijk 2 hele mooie jongens ook genomineerd. 3. En Jip. Ja. En Frenkie. Frenkie, maar ik heb hem nog nooit in het echt gezien, dus dat kan ik niet oordelen. Maar nee, ik zou het niet weten. Ik schat de kans 1-3. En heb je iets van een geluksritueeltje, iets wat jou gelukt? Nee, eigenlijk niet. Met voetbal wel. Doe ik altijd mijn rechter sok eerst en dan mijn linker sok, omdat ik met rechts schiet. Maar ja, echt waar. Maar voor de rest heb ik geen... Nee. Ja, ieder zo zijn dingetje. Hoe heb je je voorbereid op deze avond? Nou, eigenlijk niet. Ik heb mijn pak aangetrokken en ik ben hierheen gegaan. Ja, ik laat me allemaal overkomen. Je ziet het allemaal wel. Ja. Ik ben benieuwd. Ik vind het al leuk dat ik hier mag staan. Dus ik voel me al eigenlijk een soort van winnaar. Maar het zou helemaal mooi zijn als zou ik naar huis gaan met de eerste prijs. Waarvoor ben je genomineerd? Knapste knappert. Ja, wat een compliment. Ja, dat is een heel erg compliment. Ja, zeker. En ben je een beetje zenuwachtig? Nee, valt mee. Ik heb er wel vooral veel zin in. En ik ben benieuwd wat de uitslag gaat zijn. Ja, en wat verwacht je als je even een kleine inschatting mag maken? Ik denk dat LSU hem pakt. Ja? Net als vorig jaar? Ja, net zoals vorig jaar. Hij heeft wel de meeste fans, omdat hij een mooie jongen is, toch? Dus ik denk dat hij hem pakt. Hoe groot schat jij je kansen?
Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen wel gewoon evenveel kans heeft. En wie denk je dat je gaat winnen als je het zou moeten zeggen? Of weet je het echt niet? Nee, want ik denk... Ik zou het echt niet weten. Iedereen, die is natuurlijk heel erg. Ik vind het ze allemaal. Zeker, ja. En was je een beetje gespannen? Ben je gespannen? Of is het almiddels alweer gezakt? Nou, in het begin een heel klein beetje, maar nu niet echt meer. Omdat ja, je bent nu eenmaal bezig, weet je. En dan ja. Nou, dat was de Roze Loper alweer. En ik ga nu ook even lekker in de zaal zitten. En natuurlijk heel erg hopen dat Brugglas ook het Tina Award wint. En dan zie ik daarna weer om alle winnaars te gaan interviewen. Doei! Welkom bij de allereerste Tina Award live show. De winnaar is... Unity! De knapste knappert van Nederland is volgens jullie Frenkie de Jong. Het hipste modemeisje van Nederland is geworden Jadana. Wat is volgens jullie het leukste tv-programma van ons land? Het is Brugklas. Wie is volgens jullie de TikTok-baas van Nederland? De grootste YouTube-held van Nederland is geworden Gio! Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Winnaars gefeliciteerd. En hopen dat jullie het volgend jaar weer. Doei, doei! Nou, dat was alweer het einde van de show. En het was super leuk. Het was echt, echt heel erg leuk. En ik ga nu even vragen naar de winnaars. En hun eerste reactie. Nou, een eerste reactie. Nou, ik ben heel blij. En ik ben heel verrast. En ik heb het heel warm. Het is ook heel heet. Ja, nee, ik ben echt heel erg blij. En waar ga je hem neerzetten? Heb je al een leuk plekje in gedachten? Ik heb dus een heel mooi goud tafeltje op zolder staan. En daar stond nog niks op. Dus dit is wel echt een hele mooie plek om hem neer te zetten. Ja, kijk eens. En had je het een beetje aanzien komen of komt het compleet uit de lucht vallen? Nee, ik zeg eerlijk, ik was zo blij dat ik bij die laatste vier zat en ik dacht, we zien het wel. Ik was ook gewoon niet zenuwachtig of zo. Ik dacht, we zien het wel. Het wordt gewoon superleuk. Maar toen zat ik hier en toen raakte ik zo zenuwachtig. Toen kreeg ik het helemaal alsof het 50 graden was. Maar nee, ja, echt, ik ben heel blij. Nou jongens, een eerste reactie. Ja, heel leuk. Ja, ik had het oprecht echt niet van. Ik was in mijn vlog ook grapjes aan het maken van ja, ik zal het weer niet worden. Want ik zit altijd ernaast met awards. Dus het is best wel eens leuk dat ik het nu wel een keer gewonnen heb. Ja. Het is ook jammer dat ik nu niet meer de grap kan maken dat ik wel een Tina Award ben, Gio niet. Ja, en nu kan ik hem ook maken. Ja. Hij was elke keer inderdaad geen die het net niet won. Maar we hebben nu eindelijk eentje samen. Yes. Nou, hartstikke leuk. En waar gaan jullie hem neerzetten? Ik denk, nou, mijn claimt een plekje in jouw kantoor. Oké. Ik flikker hem straks in de prullenbak. Nee, ik ga hem gewoon bij me. Ik heb ook een Kids Choice Award, gewoon daar ga ik erbij zetten. Dat zijn wel echt mooie dingen natuurlijk. Ik heb hier een dubbel Brugklas staan. Hoe blij zijn we? Mega blij. Ja, ja, echt fantastisch. Dank je. Ja, nee, echt geweldig. Echt. Ja, we hadden net even niet de kans, maar we willen heel erg alle fans bedanken. Want ja, het is door jullie dat we de award hebben gewonnen. Dit, zeg maar, laten we weer zien waarvoor we het doen. En we zijn gewoon echt mega blij met jullie support altijd. En we houden van jullie en we denken aan jullie. Echt love. Deze support is voor ons allemaal en voor jullie. Dit is het mooiste compliment ooit. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Mag ik nu een vraag stellen eigenlijk? Ja, jij mag ook een vraag stellen. Hoe blij ben jij? Ja, heel erg blij. Ik kom ook helemaal niet in mijn woorden, want ik stond daar en ik denk... Ja, nou ja, bedankt. Ik was ook helemaal... Ik had het niet even verwacht of zo. Hoe blij zijn we? Heel blij. Heel blij. Heel blij. Die is extra blij. Ja, echt blij. En hadden we het verwacht? Of jullie? Nee, ik had het echt totaal niet zien aankomen, maar daarom was het alleen maar leuker. Ja. Ja. Nog echt 20 seconden op het podium van hebben we nou echt gewonnen. Ik stond echt te trillen eraan. Ik dacht, oh mijn god. Ja. Nu komt een of andere Maan of Snelle of Stephanie aan ineens. Unity. Hartstikke leuk. En waar gaan jullie hem neerzetten? Want jullie moeten hem overdelen. Ja, dat wordt wel. We zeiden eerst dat we hem door z'n vieren gingen hakken, maar dat lijkt me nu een beetje te zonde nu dat ik het zie. Dus dat gaan we maar even niet doen. Nee, hij krijgt een heel erg mooi plekje. Ja. Maar ik weet niet waar. Nee. Hopelijk vonden jullie de Tina Award live show net zo leuk als ik. Doe dan zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op Tina TV. En houd ook zeker het YouTube kanaal in de gaten deze dagen, want er komen superveel leuke nieuwe dingen online. Dus heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!